Opzij, mijn paas, wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, want wij zijn haast te laat, wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wat slapen en kunnen dan misschien als het echt moet. Laat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nou dag, tot ziens, adieu, het gaat je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, maar blijven we maar slapen. Wij hebben om misschien als het echt haast. Maar over koetjes, voetbal, want wij zijn laatst al raden. Nou dag, tot ziens, adieu, het gaat je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. We krijgen er allemaal een keertje mee te maken. De een wat meer dan de ander. De een is wat stressbestendiger dan de ander. Maar uiteindelijk hebben we het allemaal een keertje. Stress. Je verslaapt je een keer, je bent een keertje iets vergeten. Of je loopt gewoon achter de feiten aan. En voor je het weet ben je heel erg hard aan het rennen. Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben ongelofelijke haast. Dat we stress hebben, dat kan dus overal vandaan komen. Het kan zijn dat je misschien niet goed slaapt. Het kan zijn dat je gewoon veel te veel aan je hoofd hebt. Mijn eerste tip over stress is dat je uit moet zoeken waar die stress nou vandaan komt. Daarnaast, mijn tweede tip over stress is, ga nou na wat nou eigenlijk echt belangrijk is. Relativeer je stress. Is het nou eigenlijk echt allemaal belangrijk? Toen ik daarnet aan het surfen was op internet om tips op te zoeken tegen stress, vond ik een merkwaardige tip. Namelijk, stop met multitasken. Uit meerdere onderzoeken is namelijk gebleken dat echte multitasking helemaal niet bestaat. Je kunt als mens wel heel erg veel schakelen tussen de dingen die je doet, maar je werkt uiteindelijk niet efficiënter. Stop dus met meerdere dingen tegelijk te doen. De warboel in je hoofd wordt daardoor alleen maar groter. En een tip die ik ook vond was beweeg met mate. Dennis had het laatst over afvallen. Eigenlijk het afvallen gaat goed, want ik ga gewoon naar de sportschool. Wie gaat er meer naar de sportschool? Steek je hand op. Nog een tip die ik ook tegenkwam is, wees tevreden. Wees tevreden met wat je hebt en niet met wat je wil. Zo heb ik nog veel meer tips gevonden tegen de stress. Van alles zoals, geniet van de mooie momenten, geniet van je hobby's, drink anti-stress thee, neem een hond. Nou, er zijn wel honderden tips te verzinnen tegen de stress. Als je zo last hebt van stress, ik zou zeggen, zoek tips op internet. Iedereen gaat anders met zijn stress om. Dus zoek de tips op die het beste bij je horen, zou ik zeggen. Die het beste bij je passen. Iedereen verhelpt het op een andere manier dan anderen. Een andere keer misschien.